klaar voor? Yeah. Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Dat kan toch niet vegan? Het is tijd voor de grote vegan klapper. De video waarvan je wist dat die zou komen. Iedereen en zijn moeder heeft hem al gezien. Iedereen die internet heeft, heeft hem al gezien. En vandaag is hij dan ook bij Marietje thuis. We gaan maken de ham van watermeloen. Wat natuurlijk krankzinnig klinkt, maar we hebben op het internet gezien dat het kan. De vraag is alleen, kan ik het? Is dat echt een vraag? Hey! Vraag het ons af. Let's fucking go! Ik heb al het een en ander gisteren en vanochtend voorbereid, want dit gerecht moet je wel eventjes plannen en de tijd voor nemen. Gisteravond heb ik de watermeloen al gemarineerd. Een zin die ik niet vaak eerder heb gezegd. Behalve als het met vodka is. De kruiden die ik heb gebruikt zie je nu in beeld. Ik heb ook maar gewoon wat gedaan qua hoeveelheden, want hè, je kent me. De watermeloen heb ik vervolgens dus afgedekt, in de koelkast gezet en een nachtje laten marineren. Vervolgens ben ik vanochtend om 7 uur eruit gegaan voor jullie. Ik vind het mooi dat er nu allemaal mensen met een normaal baan en normaal leven en kinderen kijken en dat jij moeilijk doet over om 7 uur uit bed gaan. Ja, dat is wel waar. Oké, ik ben dus vanochtend vroeg uit bed gegaan om de watermeloen al in de oven te poppen. Maar niet voordat ik er eerst hamkervingen in heb gemaakt. Omschrijf hamkervingen. Ja, dat het op een ham lijkt. Oké. Inmiddels is het dus 3 uur later en gaan we zo het glazuur maken en komt natuurlijk de big reveal. Kortom, het hele proces is niet heel erg arbeidsintensief, maar het duurt wel een tijdje. Gesproken als een echte Amsterdammer. Nou, voordat ik de ham eruit ga halen, eerst even het volgende. Want het feit dat ik deze video's kan maken, kan blijven maken voor jullie, komt omdat ik zo nu en dan samenwerk met mooie partners waar ik achter sta. Mooie merken, mooie bedrijven. En daarom ben ik dan ook trots om te melden dat deze video mede mogelijk wordt gemaakt door Bloemon. Je zag het waarschijnlijk al staan. Deze prachtige, fleurige veldboeket. Oké, dat is natuurlijk geen Nederlands, maar het zijn wel nog steeds mooie bloemen. Nou, dit is dus de prachtige Biobos van 100% biologische bloemen van Nederlandse kwekers. Bloemon werkt heel erg hard aan het verduurzamen van hun bedrijf. Ze compenseren hun CO2-uitstoot en ze werken nauw samen met hun kwekers om de gewasbestrijdingsmiddelen te verminderen. Nou, nog een voorbeeld is de verpakking. De bos komt namelijk in een doos van gerecycled karton. Er zit bio-based bloemenvoeding bij en een kaartje met zaadjes zodat je die zelf kan planten en zelf een mooie bos kan bloeien, creëren. Voor God spelen. Dat. Ja. Nou, lang verhaal lang. Ik vind het in ieder geval echt een fantastisch mooi bos. Ik hou van die soort van veldbloemen vibe. En dat klopt ook, want het is ook gewoon net vers geplukt. Dus het is ook een vers veldboeket. Oké, nou, let's make some ham. Nou, nog heel even blijven we in spanning, want we gaan eerst de glaze maken die we straks over de ham gaan doen. Dat is heel simpel. De ingrediënten komen nu zo in beeld voor je. Dat je ook lekker thuis mee kan doen. Vraagje. Mag ik een vraag stellen, mevrouw? Jij mag een vraag stellen. Is er verschil tussen glaze en glazuur? Ja. Ja? Glazuur is voor een taart. Is dat zo? En glaze is... Wat is het Nederlands woord voor glaze? Ja, dit is mijn vraag. Dank u. Ik kan het niet beantwoorden. Ja, het is wel glazuur. Maar ook weer niet. Wow, that's deep, bro. Oké, we waren voor de glazuur. Het glazuur. Oké, we beginnen met 2 eetlepels olie. Gewoon plantaardige olie, niks geks. Hoeft hier geen dure extra virgin olijfolie voor te gebruiken ofzo? Vindt ik niet van research. Alright, we're off to a great start. Woo! Oké, dan geraspte knoflook. Geraspte gember. Dan
een halve cup agave. Wat, nou ja, een halve cup. Ja, dat is wel heel veel, hè? Dan een halve cup orange juice. Surderans in het Nederlands. Dat ding is een halve cup. Dan doen we een eetlepel of een eetlepel mos erbij. Dit is een theelepel, daar ben ik me van bewust. Maar daarom doe ik hem dan ook erg vol. Je weet hoe ik ben. Je ziet er officieel niet meer uit als iets wat ik zou drinken. Dan hebben we nog een eetlepel tabasco. Het liefst chipotle tabasco, maar dat heb ik even niet. Beetje naar smaak ook gewoon, beetje naar smaak. Heb je geproefd dan? Dan gaat er nog een eetlepeltje Worcestershire saus bij. Worcestershire saus! Deze is niet vegan, maar die had ik nog. Maar er is wel vegan Worcestershire saus. Eigenlijk alles met een extreme smaak wat je in huis hebt, moet je bij elkaar flikken om iets te maken. Ja, weet je wat de drie... Nee, dit is een heel slecht grapje. Oké, heel slecht grapje, here we go. Weet je wat de drie moeilijkste dingen zijn die mensen vinden om te zeggen? Nou? Ik heb hulp nodig. Ik kan dit niet. En Worcestershire. Voor die tweede heb jij last mee. Deze hele videoserie is, dat kan toch niet vegan? Ik kan dit niet vegan, is dit. Ga er nog een beetje zout bij doen. Wat zout, hè? En tenslotte wat liquid smoke. Kun je online bestellen op het World Wide Web. Of ook gewoon in bepaalde winkels te verkrijgen. Super goede tip. Nou, nu is het eigenlijk een kwestie van even dit dik laten worden. Ja, dat is ook een beetje mijn project. Wij hebben een glaze gemaakt. Holy shit. Dat is super sterk natuurlijk. Ja. Poeh. Zo, nou. Als je nog niet wakker was. Dan gaan we nu de ham eruit halen. Ham. Yes. Nou, deze jongen gaan we nu bakken terwijl we hem drownen in glaze. Waarom? Ik ben echt irritant. We gaan hem bakken terwijl we hem drownen in glaze. Drowned in glaze, de Marije van de Maden biografie. Ik haat mezelf. Kom maar, jongen. 7 kilo. Nee, maar echt. Ik vind het esthetisch wel sterk. Ja? Nou, nu gaan we dus aan het glazen beginnen. Daarvoor pak ik mijn kwastje. Doe dit vaker, want het lijkt alsof je ermee kan glazen en schrijven. Dat is echt niet oké. In de voorbeelden laten we nu dus gewoon bakken en zijn gang gaan. Maar vanwege die glaze denk ik eigenlijk dat het goed is om hem nog eventjes in de oven te piepen. Watermelon, you came a long way. Alright, nou, ik ben design-wise en visueel ben ik erg tevreden. De vraag is natuurlijk hoe het smaakt. Buh. Maar, ik bedoel, dit ziet er gewoon al tof uit, toch? En het ruikt al lekker. En het ruikt echt heel lekker. Ik vind het nu wel een succes. Maar, oké, ik zal niet te vroeg juichen. Heel moeilijk te geloven dat dit watermelon is. Kijk hoe dat juice druipt en zo. Oké. Ik kan me niet voorstellen dat het niet naar watermelon smaakt. Oké. Ben je klaar voor? Dat kan toch niet vegan face? Oké, dit is echt een hele rare ervaring. Ja? Ja. Wat ik proef is echt een hele lekkere smaak. Echt een vlees barbecue smaak. Nee, echt een hele lekkere smaak. Oké. Okay. Maar je proeft wel een beetje nog de watermelonen door. Mm-hmm. Het is een soort zoet vlees. Klinkt dat oké? Okay? Ja, kan. Ja. Vooral dit is gewoon echt heel lekker. Ja, het zijn alleen, kijk, dat middenste stuk, dat is gewoon nog een beetje watermeloenerig. Mm. Dus misschien als hij gewoon nog een paar uur, zet hem voor mijn part 6 uur in de oven. Of een kleine stukjes. Of een dunnere. Ja. Dat je hem zeg maar zo afsnijdt. De smaak is echt gigantisch lekker. Oké. Okay. Ik ben een beetje verbaasd wel, okay. Eigenlijk. Gelukkig heb je er ook een hoop werk in zitten. Ik ben heel benieuwd wat een nuchtere Nederlander hiervan zegt. De nuchtere Nederlander test. Ja, het is heel gek. Qua smaak vind ik het wel lekker, maar qua textuur en structuur gebeuren er wel echt dingen die ik heel onprettig vind. Onprettig? Ja.
Omdat het zo op vlees lijkt, heb ik zoiets van, wat ben ik aan het kouwen? Ik vind dat dus niet vervelend, ja. die structuur. Absoluut niet. Ik wel. Daar zijn we dan toch wel over oneens. Oneens. De smaak van de bovenkant. En zo die topjes eraf haalt, zo. Dat vind ik het heel lekker. Maar dan inderdaad dus gewoon langer in de oven en dunner. Als dit kan toch een vegan experiment, zou ik dit een 7,9 geven. De smaak is echt, die glaze, die is fantastisch. Die moet je op alles gooien voortaan. Dat is echt lekker. Nou, ik ga hier zeker nog een keer mee aan de slag. Ik vond het een groot succes. Bedankt aan Bloemon voor de bloemon. Bedankt Watermeloen voor het geven van je leven voor dit experimentele kunstje. En jij natuurlijk bedankt voor het kijken. Mwah.